Het is natuurlijk de nachtmerrie van elke artiest: aanschuiven in een talkshow en dat het hoofdonderwerp vervolgens je neergaande populariteit is. Het overkomt Maan de Steenwinkel nu structureel. Nadat Humberto Tan haar anderhalve maand geleden inpeperde dat ze niet eens meer in de top 40 staat, is ze nu aan de beurt bij Jeroen Pauw. Maan, die vroeger altijd al met papa mee naar Pauw mocht, hoopt haar muzikale comeback alsnog een duw in de juiste richting te geven en daarom verscheen ze gisteravond in Barlaat. Als artiest hoop je dan natuurlijk op een niets- aan de hand promo praatje, maar Maan moest weer uitleggen wat ze van haar tegenvallende comeback vindt. Jeroen, je bestaat als artiest natuurlijk ook voor een deel, net zoals je dat als tv-presentator of zelfs als politicus hebt, bij de gratie van je publiek, je kiezer, de kijker, de luisteraar. Als je dan ziet dat jij nu een minder groot publiek bereikt met de nieuwe muziek die je nu hebt uitgebracht, is dat dan iets waar je onzeker van wordt? Maan staat er nuchter in. Nou! Ik had er wel een beetje rekening mee gehouden dat dat kan gebeuren. Het is nu allemaal vrij vers en het is net uit, en ik denk dat zo'n andere koers ingaan dat dat ook tijd nodig heeft om te kunnen landen en om het publiek te bereiken dat daarvoor openstaat en dat met je meegroeit en dat dat vet vindt. Jeroen, en heb je die tijd? Maan, ja, vind ik wel. Ik ben er nog niet klaar mee. Jeroen bedoelt meer of Maan zich al zorgen maakt over haar toekomst als artiest. Je kunt er ontspannen in zijn, bedoel ik. Je wordt er niet nerveus van? Maan, ik ben niet bang, ik ben niet bang. Het voelt gewoon heel goed om te doen wat je zelf heel leuk vindt. Het kan dat een deel van het publiek afhaakt en dan hoop ik dat het tot die tijd heel mooi is geweest met elkaar en dat er een deel meegroeit en dat er nieuwe harten zijn die ik kan veroveren. Het is een lange ademkwestie, al dus Maan. Ik denk dat daar misschien wel meerdere albums overheen gaan om echt weer die groep samen te vormen. Maar ik heb er zin in, ik vind het leuk en het voelt goed.